Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Larissa en dit is dag 7 van de Kroatië vlogs. Dit is onze laatste dag hier in Vidanci. Ik spreek het altijd verkeerd uit. Morgen ook nog, maar dan gaan we meteen morgens weg. We gaan nu surfen. Ik ga mijn GoPro proberen op mijn hoofd te zetten. Ik hoop echt dat het lukt, dat ik hem niet ga kwijtraken ofzo. Dat gaan jullie nu dan zien. Hoi Fabienne, ben je done with life? Oké. Jup, jullie hebben het goed gezien. We hebben nog steeds niet gewindsurfd. Waarom? Nou, gisteren was de wind sterk. Nu is het weer, ja, nu is er gewoon geen wind. Dus ja, we konden weer niet windsurfen. We gaan over een uurtje terug, want dat raden ze dan zeg maar een beetje aan wanneer er dus gewoon iets betere wind is. Dan gaan we kijken of we dan kunnen windsurfen. Het zal wel moeten, want dit is de laatste dag. Dus ik vind het een beetje zonde om dan, ja, niet te windsurfen. Want we hebben dus gisteren en eergisteren ook al niet gewindsurfd. We hebben alleen maar 2 dagen les gehad. En that's it. En daar betaal je dan fucking veel voor. Dus dat vind ik een beetje zonde. Maar ja, we gaan gewoon dus over een uurtje nog terug en dan zien we wel. Ik neem in ieder geval gewoon mijn GoPro weer mee. Gewoon weer op mijn hoofd. Mijn staart is een beetje uit de zak. Ik had die door die hoofdband heen gedaan. Want ik ben een beetje bang dat als je dan in het water valt, dat hij dan afvalt. Zit, mijn haar zit echt heel raar. Fabienne heeft hem gemaakt. Blame Fabienne. Nee, jouw haar is gewoon raar. Ik weet niet hoe ik staart mee maak. Ja, mijn haar is heel raar. Ik kon echt niks met mijn haar. Dus vandaar. Maar ja, het kan ermee door. Ik kan hem door mijn hoofdband doen. Dus ja. Hé, hey, we komen dus toch nog buiten. Oh, ik ben mijn zonnebril vergeten. Alweer. Oh, heb je die zin? Die heb ik wel al. Ja, dat is Pokémon dichtbij. Niet op ons letten. Ja, niet op ons letten. Je kijkt mijn vlog. Tuurlijk ga je op ons letten. Maar ja, in ieder geval, we gaan eens even naar de supermarkt. Even broodjes halen. Wow, dit lijkt wel gisteren. Dat je dan echt zo in het begin echt heel veel verwacht. Van, dit wordt echt een fantastische dag. We gaan dit doen. En dit doen. En dan zo van, we gaan een beetje in het appartement series kijken. Fabienne is nu al 2 uur bezig met de serie downloaden. Normaal niet. Je moet overdrijven. Dat is een vlog. Nee, dat is stom. Oh, hoe lang ben je dan al bezig? Half uur, echt niet langer. Sowieso een uur al. Nee, echt niet. De nieuwe aflevering van Dead of Summer is uit en we willen hem heel graag kijken. Want de vorige was echt super spannend. Maar we kunnen hem dus niet downloaden, dat lukt gewoon niet. Hij is 5% en we zijn echt al super lang bezig. Dus ja, nu pikt ze ook gewoon iedereen's wifi. Dus ik lig daar echt van, what am I supposed to do with my life? Dus dan ga ik mijn vlogs editen. En ja, nu gaan we dus naar de supermarkt. Doei. What is happening daar? Oké. Okay. Maar kijk hoe helder het water is. Je ziet gewoon echt al die dingen en zo. Ja. Nee, ik bedoel die... plantjes en zo. We hadden dus alleen maar van die appel- en kersen dingen en we wilden eigenlijk een chocoladebroodje of zo'n ander ding. Dus toen zagen we deze liggen en hebben we deze gepakt, dat is ook chocoladebroodje. En nu zitten we hier tegenover deze kerk en dan zitten we het hier even op te eten, want ja, jullie weten wel, hier is gewoon een pokestop, hè? Ja. Het ziet er niet verkeerd uit. We hebben te weinig geld teruggekregen. 4 koenen, ja. Ja, we hebben 4 koenen. Ja. 4 koenen te weinig, what the fuck. Moeten we teruggaan? Gaan we terug? Nee, want dat deed ze expres, want ze had niks.
Dat was geen kleingeld volgens mij. What the fuck? Maar hoewel heb je geen kleingeld, dan geef je toch terug. Huh? Dan vraag je dan een andere kast. Nee, we hebben 155 gekregen. Dus klopt wel. Nee, we hebben meer gekregen dan terug. Meer? Ja. Ik snap niks. Ik dacht of het is 5 te weinig of het is 1 te veel, dacht nee, ik. Nee, een half te veel. Gekregen. We zouden 154.5 zouden moeten krijgen. Oké, okay. Goed dan. This is far a rather uninspiring thing. Oh, I just can't wait to be king. We gaan surfen. Misschien dat het nu wel lukt. Dan kan ik een GoPro op mijn hoofd zetten. Let's do that. So fancy. Ja, echt heel charmant. Is het lekker? Nee? Oh. Oké, nu moet je echt al helemaal niet letten op wat mijn haren doen. Wow, ik val. Kijk, ik val over al jouw zooi hier. Wat even. Nee, niet filmen. Je wel filmen. Maar nu heeft ze er snel een dek overheen gegooid, zodat ik haar shit niet zie. In ieder geval, we hebben dus nog steeds niet gesurfd. Nu was de wind weer te hard. Er is altijd wel iets. We moesten dus weer om 6 uur terugkomen. Dus we gaan nu ondertussen maar even Dead of Summer kijken, die serie. Ja, nu kunnen we dus geen ondertiteling vinden. En ik kan geen Engels, Fabienne. Hou op. Oké, okay, dan kijken we zonder ondertiteling, maar don't care. Let's do this. Hey, bitch, kip. What are you doing, bro? Hij zit ons de hele morgen alweer wakker te houden. En nu is hij ons weer irriteren. Ik snap die eigenaresse ook niet, hoor. Dat is gewoon die kipverdrink. Ja, dat is gewoon die kipverdrink. Maar gewoon, je merkt toch wel zo van... Oeh, mijn kip maakt een beetje raar geluid. Misschien is het niet helemaal in orde. Oh. Maar nee, ze laat die kip gewoon duidelijk... Dat hoort een kip niet te doen, oké? Okay? Er is iets mis met je kip. Just saying. Van ga je vallen? Ja. Het is wel echt stom uit.
Hier hebben ze weer van die mooie inspirerende dingen. Brad Pitt, dat vindt Tyler leuk. En dan heb je nog, oh, de Terminator. My mission is to protect you. I love the Terminator. Super fancy. Shakira, wat? Oké. Ziek video. Heb jij niet een diploma? Ik krijg er geen, ik ben te slecht. Wow. We got this. Mooi, hè? Nou, zoals je dus misschien al zag, dat was dus echt gewoon drie keer niks. We gingen dus naartoe, de wind was nog steeds veel te hard. Toen zei ze van, oh, moet je even wachten. Dus wij daar zitten wachten. Komt er ineens iemand aan ons toe? Ja, dan krijg je gewoon een instructeur erbij, want ze durfden ons dan niet alleen te laten, omdat de wind dus te hard was. Kregen we zo'n extra zo'n ding om, weet je wel. Moest je dan vastmaken. Maar we kwamen gewoon niet eens op dat bord, zo sterk was. Dus we hebben echt gewoon nog niet eens 20 minuten op het water gezeten en het lukte gewoon niet. Dus ja, toen zijn we weer eruit gegaan. Wat we wel hebben gekregen, even kijken, waar is het? Ik liet het net al even snel zien, een surfdiploma. Wow, ik voel me nu echt fancy. Het was gewoon bijna officiëler dan mijn St. John diploma. I can't, het was echt gewoon, wow. Ik ben er nog steeds overdonderd van. Maar ja, in ieder geval, ik ga nu even douchen. Als niemand anders gaat douchen, geen idee. Ik ga nu dus douchen. Ga jij douchen? Ja. Mag ik eerst douchen? Yes! Yes! Daarna gaan we, denk ik, eten, geen idee. We moeten nog dit helemaal gaan inpakken. Het is een zooi. I don't want to. Oké, ik ga douchen. Doei! Jongens, ik was bijna disappointed in Fabienne. We hadden dus echt een hele mooie afspraak gemaakt dat we bijna hetzelfde shirt aan zouden doen. Nou, ik heb dus dit shirt aan van Star Wars. Ze heeft een tok aangedaan! Yes! I love it, we matchen. Speciaal voor jou. Ja, dit is dus zeg maar gewoon hetzelfde shirt in die van Star Wars, die van Batman. We hadden ze ook samen gekocht, hè. Toen jij hebt een klein jurkje aan. Stripper. Ja. Ja, ze wil dit niet zo aan dat je dan je BH ziet. Who gives a shit? Ik, want dan is er wind en dan... So what? Ja, heb ik mee. Je loopt de hele dag in je bikini en dan als je dan een beetje zo loopt, dan is het van... Oh, nee. Godverdomme Fabienne. Er zit allemaal poep. Is dat een zeevlek? En ook echt een zeevlek. Waar is zijn zeevlek? Oké. Zeezout. Ik vind het hier eigenlijk helemaal niet meer leuk. Want Fabienne doet eigenlijk de hele dag echt vet hatelijk tegen me. Ik heb gewoon bijna zoiets van, ik wil naar huis. Dat heb ik nog niet eerder gehad. Oh nee. Maar ja, Fabienne doet het gewoon echt heel erg gemeen. Hou op. Ja, we hebben de hele dag ruzie. Hou op, Marissa. Met wat? Met dat filmpje. Hoezo? Ja, ik ben Fabienne was net echt heel erg boos op mij. Ja. Vind je het niet meer leuk hier? Och, wil je naar huis? Ja. Oh, moet ik naar huis gaan? Ja, is goed. Dan denk ik dat hier onze weg scheiden. Ga jij die kant op, dan ga ik hier. Oké, ik ga naar het vliegveld, hè? Oké. Tot volgende week, hè? Voor mama. Hoezo voor mama? Je hebt niet geld bij je. Oh ja, ik moet mijn koffer nog meenemen. Tuurlijk, even mijn koffer halen. Doe jij, Fabienne, ik ga je echt missen. Ik ook niet. Oh, wat? Wow, daar vliegen vlammen, ah! What the fuck? Wow, die vliegt laag! Dit is haar slechtste vriendin ooit. Ze pest me met vleermuis. Je hebt letterlijk een vleermuis op je trui, zo. Oh my god, ik heb een vlog. Dit is Batman. Fabienne sloeg me net. Ja, jij mij ook. Maar daarom wou ik naar huis, maar ik mocht niet naar huis van Fabienne, want dan mist ze me. Kom! Dat is al net een kat, hè? Ik wil die kat... Ik kan niet meer. Nou, ik wilde dus die kat aaien en zij duwt die kat weg. Hou op, dat is echt niet waar. En weet je wat ze daarna zegt? Ik heb hem lekker wel geaaid, jij niet. God, wat is dat? Ik vind het echt niet meer leuk, hoor. Ja, ik vind het ook niet leuk. Ja, ik wil naar huis. Dan doe je dat toch? Ja, is goed. Dat wou ik net ook al doen, maar dat mocht niet van jou. Het ging je me missen. Stop het. Moet je irritant ben. Nou, jij bent de hele dag al irritant tegen mij. Zij is de hele dag al een bitch. Oh, heel fijn. Dat is wow, weet je dat het vandaag woensdag is? Je meent het. We zijn al vanaf donderdag morgen samen. Dat betekent dat we 7 volle dagen samen hebben doorgepakt. Misschien is dat iets too much, weet je wel. Ik denk het ook. Ik denk dat dat was echt too much. En we moeten gewoon nog 3 dagen. Ja, wij worden samen gewonnen met een husky. Oh ja, misschien toch maar niet doen dan. Weet de songtekst hierin? Ik denk... You gotta stand and watch me burn. Ik hoef serieus maar één... Precies, ik hoef serieus maar één klein stukje van die tekst te zeggen en zij gaat hem maar doorzingen en blijft in haar hoofd zitten. I love it. Hey, look, there are the fancy lights. That's the restaurant. We're gonna eat pizza at. Echt vet gezellig hier. Wow. Ja, altijd. Probeer met wie WhatsApp je? Mag ik iets spreken? Nee. Grapje. Ik ga gewoon een beetje spuit drinken. Lekker. Iedereen heeft eten, behalve wij.
Oh nee, hij heeft ook nog geen eten. Wij hebben ook nog geen eten. Sad. We gaan deze delen, dus Fabienne snijdt hem door midden. Maar mijn pizza is er nog steeds niet. We gaan zeg maar van allebei de helft doen. Zij heeft een nijn. Ik krijg van die. Oh, daar komt het al. Nom nom nom. Oké, ze kwamen dus met de verkeerde pizza van mij aan. Iedereen heeft nu dus eten, behalve ik. Handig. Gelukkig zouden Fabienne en ik sowieso delen, dus ik kan alvast met Fabienne mee eten. Maar oh my god, the friend goals are real. Oh, ik heb nog meer. Bij dit restaurant gaat ook echt altijd iets mis bij mij. Dit is ook hetzelfde restaurant als met de mixed grill toen. Dat ik die toen echt super laat kreeg en dat we een half gratis hadden gekregen. En nu een pizza. Ja, kijk nou hier. Mijn pizza is er. Pizza met champignons, pizza fungi. We gaan hem door midden snijden. De helft gaat naar Fabienne. Yay. Nou, zo cute. Zo cute, I love you. Oh, de eerste kat die naar me toe komt. Ook de eerste die ik heb geaaid deze vakantie. En hij heeft een halsbandje. Oh, mooie staart. Ah, wat hè? Kom hier. Ja, hij blijft gewoon zitten. Dat is Bonita's zusje. Nou, ik sta hier even heel fancy in de badkamer de vlog af te sluiten. Ik moet nog heel iets zeggen over de vlog van morgen. We gaan morgen dus naar Dubrovnik. Fabienne en ik gaan morgen de Game of Thrones tour doen. En omdat ik dus heel veel Engelse abonnees heb door mijn Game of Thrones reactievideo's en ik hun dus ook heb beloofd dat ik dat zou gaan vloggen, ga ik waarschijnlijk een deel van mijn vlog in het Engels doen. Ik weet nog niet precies hoe ik dat ga doen, maar ik ga in ieder geval ook Engels praten. Dus dat hun het ook, zeg maar, kunnen verstaan. Of ja, kunnen begrijpen in ieder geval een beetje. En ja, dat gaan we dus morgen doen. Ik ga nu slapen. Ik hoop dat jullie een leuke vlog vonden. Vond je dat, doe dan een blauw duimpje omhoog, abonneer geven. En dan was het dit. Doei!